Iedere straat helemaal, ja, die loop ik vandaag met Hans van der Zanden. Hij is massapsycholoog en hij is ook voorzitter van Forma Actua. Nou heb ik natuurlijk in de voorbereiding heb ik op jouw site gekeken. Ja. En dat vond ik wel mooi. Als je dan jouw site aanklikt, dan komt daar een gele balk. Ja, ja, ja. En op die gele balk, hoi, op die gele balk, daar staan allemaal woorden, hè? Ja, 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 ja. En omdat ik jou net heb aangekondigd als een massapsycholoog, ja, 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 wilde ik graag beginnen met mens en massa. Mens en massa. Ja, mens en massa. Want mens en massa komt overal in voor, hè, Hans? Ja, dat nou, komt voor, nou, dat nou, komt voor in de hooligans. Dank je, dank je. Ik kon niks verkopen. Hij gaat even weg, gelukkig, zeg. Gelukkig. Dat komt voor in de hooligans. Ja, ja. Dat komt voor in de voetbalsupporters. De supporters. Absoluut. En noem jij nog eens wat meer? Ja, het komt voor in de Herenstraat. Zoals het nou is, weet iedereen die speelt een soort rol, die is winkelend. Hè? Ja. Als er iets gebeurt, een harde knal, een ongeluk, weet ik veel wat, iemand die roept help of een bom. Ineens weten de mensen niet meer wat ze moeten doen en moeten ze bedenken, zelf bedenken wat ze gaan doen. Op dat moment ontstaat massagedrag. Ja, precies. Massagedrag is als je geen regels meer hebt, maar als je het zelf moet bedenken. Nou, zo. Henk, wat ook mooi is, want jij kent Hans van Zander natuurlijk ook als geen ander, want hij is een buurtgenoot van jou. Wij gaan het straks natuurlijk ook even over Forma Actua, maar ik noem nog een woord wat op de balk voortkomt. Ja. Kudde-instinct. Kudde-instinct, ja. Nou ja, dat is dus een naam die gebruiken journalisten vaak. Hè? Dus dat hele begrip instinct, nou dat is een beetje een ouderwets begrip. En dat houdt dus in dat als er eenmaal iets begint, dat het dan automatisch doorloopt. Nou, dat is niet zo. Maar mensen vinden het onder bepaalde omstandigheden heel leuk om met heel veel te zijn. Dus denk maar aan popfestivals, of denk maar aan demonstraties, of aan vergaderingen, of aan concerten. En dan komen mensen allemaal bij elkaar, kermissen, komen mensen bij elkaar en dan genieten ze van het feit dat ze even allemaal gelijk zijn. Ja. Dat er niet meer dat verschil is tussen een burgemeester en iemand die helemaal onderaan zit. Nee, nee, precies. In de massa is iedereen hetzelfde. Dat vinden mensen prettig. Wat natuurlijk ook een vraag is die ik moet stellen. Wanneer gaat iemand naar een massapsycholoog? Nou, ja, nee. Als zo iemand bijvoorbeeld burgemeester is. Oh ja? Of politieagent. Of als die in de veiligheidsregio zit. Of weet ik wat, dat zijn allemaal mensen die in het bestuur zitten, zeg maar. Ja, ja. Nou, die willen dan die psychologische kant van waar ze voor moeten waken. Daar willen ze wat van weten. Dus ik geef daar adviezen over en ik geef daar lezingen over. Ja, ja, precies. Dus ik heb er een boek over geschreven. Dat 11 manieren om naar massa's te kijken. Dat is een hartstikke leuk boek. Maar voor een burgemeester is dat dus interessant. Absoluut. Ja, want die krijgt af en toe te maken met massa's. Ja, een burgemeester is verantwoordelijk, zeg maar, voor de openbare orde. Ja, dat ja, ja. En nou, die verantwoordelijkheid. Heel veel burgemeesters die zijn eigenlijk meer geïnteresseerd in economie, hè, zaken doen of in handjes schudden. Of, iedereen heeft zo zijn hobby. Hè, de vorige burgemeester had ook een hobby. Iedereen heeft een hobby. Had die vorige burgemeester ook een hobby? Ja, die had meerdere hobby's. Meerdere hobby's. Ja, wordt jij nog dat hengen, onder Ruud Vreeman, hè? Oh. Ah, ja, ja, die hockeyde, weet je dat? Ja, dat weet ik allemaal. Dat is bijzonder, als je als communist hockeyt. Ja, op zijn afscheidskaart stond hij ook nog als hockeykeeper, hè? Oh, ja? Ja. Nee, ja, ja, ja. Hij was goed, Groningen studenten. Nee, Ruud Vreeman. Prima keer. Topgozer, ja. Nou, daarvoor hadden we er ook een, die had ook allerlei hobby's. Dus, ja, die had andere hobby's. Ja, kijk, je kan het niet mooier zeggen dan zo. De hobby's van Reewinkel gaan we het niet over hebben in deze Herenstraat helemaal. Maar die had het dus wel over openbare orde. En daar had hij het wel over. En die is dus, nou heeft hij een baantje in met openbare orde. Dus die moet mijn boek dan lezen, zeg maar. Wij pakken het papier er nog bij, wat mij ook zeer interesseert. Hè. Dat is ook schitterend. Mannenclubs. Ja, mannenclubs. Ga door. Nou, over mannenclubs heb ik... ooit hebben ze mee van de... Wat was het ook alweer? Ik geloof van zo'n club, de Rotary of zo. Die vroegen mij om een lezing te houden over het clubwezen. Ja. En toen heb ik me daar eens in verdiept. En toen bleek dus dat clubs, is typisch iets dat doen mannen. Hè? En vrouwen, die maken niet een club, maar die zijn altijd automatisch een club. Oh ja? Ja. Breien? Als vrouwen bij elkaar komen, dan gaan ze lekker zitten, ouwe hoeren. Ja, ja, precies. Maar die hebben geen doel ermee. Maar mannen moeten altijd een soort doel hebben. Nou, en daarom heb je dus mannenclubs. Ja. Nou, dus zijn er vrij met salaris en een mannenclub, of de Sociëteit Harmonie hier, of de Studentensociëteit. Het zijn allemaal mannenclubs, oorspronkelijk. En tegenwoordig, omdat alles meer gelijk wordt, zijn er vrouwen bijgekomen.
Dus nou, dat leg ik dan uit in een lezing. Dat is een leuke lezing. Wij doen nog één, Henk. Daar ga ik echt in voor staan. Ja. Want zometeen gaan we naar Forma Actua. Maar weet je wat er ook op stond? Dat vond ik heel mooi. Hier stond iets mesmerisme. Ja. Dat is een soortement van hypnosetechniek. Ja, waarom staat dat erbij? Nou, kijk. Alles wat daar staat, dat zijn allemaal onderwerpen waar ik lezingen over geef. Ja. Nou, mesmerisme, dat gaat dus over een arts, een Franse arts. Ja. Uit ongeveer 1780. Die heette Mesmer. Ja. En die had dus het idee dat als je iemand onder hypnose wou brengen, dan kon je dat het beste doen door magnetisme. En die heeft dan kisten gemaakt met hele grote magneten erin. En dan moesten dus mensen heel veel geld betalen. En dan mochten ze om die kisten zitten. En dan zaten ze in zo'n magnetisch veld. Ja. En dan kregen ze ook allemaal iets waardoor, nou weet ik wat, er iets te zien was. Een naaldje wat ze ergens op richtten. En dan gingen ze weg en dan zei: u bent genezen. En dat hielp. Want suggestie is een heel buitengewoon grote genezende kracht. Maar die man had het trouwens, die man waar jij het over had. Die Mesmer? Ja, die had het heel druk, hè? Die had het ontzettend druk, hè? Ja. Toen al. Ja. We doen nog één, charisma. Charisma. Dat heb je of dat heb je niet? Dat is zeker waar. Charisma, zeker. Henk, wat jij ook hebt. Ja. Wat? Want iedereen kijkt naar die bakvies. Nou, dan heb je wel charisma. Ja, nee, precies. Want charisma, dat kun je herkennen, omdat als iemand met charisma iets zegt, dan kijkt iedereen meteen. Ja. Terwijl als iemand zonder charisma wat zegt, kijkt niemand. Nee, dat is raar. Is dat dus jij hebt dus heel veel charisma. Oh ja? Ja. Jij ook, Hans. Nou, kijk eens dan. Dat zitten we goed dan. Heel mooi. We gaan naar Forma Actua. Forma Actua gaan we naartoe. Daar ben je voorzitter van. Ja, daar ben ik voorzitter. Forma Actua, daar ben jij trots op. Ja. Want in een grijs verleden, noem ik één naam voor jou, Henry de Wolf. Ja, toen ik nog studeerde. Toen was ik dus bevriend met Harry de Wolf. Ja, geweldige man, hè? Fantastische keer. Daar heb ik mee gelachen, joh. Ja. Veel te vroeg dood, hè? Ik heb veel, zeker. En ik heb veel met hem meegemaakt. Ja. En toen op een gegeven moment ben ik op het platteland gaan wonen. En toen zag ik hem minder. En toen is hij op een gegeven moment, in 85, is hij plotseling ineens overleden. Wacht even. Doe maar, ga maar door. Toen is hij plotseling overleden. En dat begrootte me vreselijk. Ja. En toen, een jaar of wat geleden, toen vroeg men mij of ik voorzitter wilde worden van die stichting. Ja. En het ging niet zo, het ging maar aardig, maar het ging niet echt goed met die dingen. En toen dacht ik, nou, dan ben ik aan Harry verplicht. Dus heb ik gedaan voor Harry. Ja, hè? En ik heb er erg mijn best voor gedaan en ik kreeg steeds te horen dat de galerie erg vooruit gaat. Ja, want het is een galerie en er zijn natuurlijk mensen genoeg die niet weten waar we het over hebben. Van mijn actuele galerie in de Nieuwstad, hè? In de Nieuwstad. Dus in het koude stuk van de Nieuwstad. Het warme stuk is verder, hè? Ja. Maar het is vlak bij de Herenstraat. Vandaar dat ik daar ook wou beginnen met jou. Maar ja, dan wou jij... Ja, nee, maar dan wijk ik van de formule af. Ja. Dan krijg ik problemen met Annelies en Evers. Er is niks mooiers dan afwijken van een formule. Ja. Formules zijn er eigenlijk ook van afgeweken. Ja, want dat heeft ook natuurlijk weer te maken met die massa-psychologie. We doen nog één. We doen nog één. Oh, mooi. Macht. Macht. Dat is... Macht is ook zo'n moois. Macht. Daar hebben mensen allerlei ideeën bij. Van macht, hoor. De een die zegt macht is verkeerd. En de ander zegt... gewone mensen hebben bij een bepaald begrip eigenlijk altijd... Meteen staan ze klaar met een waardering. Ja. Ze vinden het goed of ze beginnen het fout. Maar in mijn vak... He, daar wordt dus dingen bestudeerd zonder daar een waardeoordeel aan te geven. Dus we kijken gewoon wat is macht. Nou, macht dat is als je in staat bent om een ander iets te laten doen... Wat die anders niet zou gedaan hebben. Dus jij macht... Want ik was anders niet zo in mijn eentje hier zo over de straat gegaan. Nee, hè? Nee. En ik heb ook macht over jou. Ja. Want als ik er niet was geweest, dan had je niet in je eentje gegaan. Nee, precies. Toch? Nee. Nou is het zo, mensen, en dieren trouwens ook, die kunnen onmiddellijk herkennen hoe machtig een ander is. En daarom krijg je dus in elke groep mensen krijg je zo'n hiërarchie, een dominantie-hiërarchie. Ja. Want bij kippen heet dat een pikvolgorde. Precies. En er zit eentje bovenaan, die is de baas, de alfa. En eentje zit onderaan, die wordt iedereen gepikt. Ja. Het is heel zielig is dat natuurlijk. Maar dat gaat automatisch. Maar hoe belangrijk is macht? Nou, dat is heel belangrijk. Bijvoorbeeld, noem eens een heet hangijzer tegenwoordig pestgedrag op school. Ja. Nou, dat komt daaruit. Ja. Dat zijn kinderen die hangen onderaan in de dominantiehiërarchie. Ja. En dan gaan die anderen, die gaan op ze pikken. Ja. Zo simpel, dus net bij de kippen. Dus macht is er ook al bij jeugd. Macht is er altijd. Macht is er altijd. Altijd. En als je die macht hebt...
Dan kun je er op een verkeerde manier mee omgaan, maar je kunt er ook op een goede manier. Voilà, dat is nou wel zo'n goede gedachte. Goed of slecht? Dat is nou wel zo'n goede gedachte. Ja. Jij kiest naar de binnenstad of uit Vinkhuizen. Ja. Nou. Wat neem je? Binnenstad. Die kant op. Zonder. Hans van der Zanden, mooi man, met een hoop wijzer geworden. Door de enige echte, en dan komt hij nog, massapsycholoog.